Beste Erik, de keuze van André om dit jaar de award aan jou toe te kennen, wil ik namens André graag toelichten. We gaan hiervoor terug in de tijd. Als zesjarig manneke kwam ik met je vader Leo en je pony hier op de manege. Na elke enkele jaren kocht je vader een klein paardje, Queentje. Klein, want je was ook maar klein van stuk. Daarmee wist je veel prijzen te winnen. Erik ging in die tijd ook onder begeleiding van de familie Heiligers met de vrachtwagen op concours. Dit werd echter ook noodzaak, want je vader werd ernstig ziek. Hij had wel een wens. Hij vroeg aan André of hij jou wilde helpen en kon zorgen dat je kon blijven paardrijden. Zo deed André een belofte aan je vader. In 1979 besloot André te stoppen met de actieve wedstrijdsport. En zo deed het voorval zich voor dat je alle wedstrijdpaarden van André onder je hoede kreeg. Je mocht ze trainen en uitbrengen op de wedstrijden. Zo is het paardenleven voor jou begonnen. Samen met René Konings, die jouw groen was, en de vrachtwagen bestuurde, ieder weekend op concours. Veel wedstrijden en veel winnen. Soms op nationale wedstrijden wel alle rubrieken. In 1980 en 81 werd je Nederlands jeugdkampioen. En natuurlijk waren we erbij. En ook in Ierland, toen je in het team zat voor de Europese jeugdkampioenschappen. Ik herinner me nog de woorden van je moeder, die ons vergezelde samen met jullie oma Wim. Ha, onze leren Kojak maar bij, daar kon hij wonderen mee doen. Maar Kojak, het lievelingspaard van André, was herstellende van een bles. Op je 17e kreeg je een speciale uitnodiging om als gastruiter in Antwerpen in het Sportpaleis je eerste internationale wedstrijd te rijden. En met succes. Tot je 20e heb je zeer succesvol voor de familie Heiligers gereden. Daarna werd een sponsor voor je gezocht en gevonden. Maar André is jou, zijn pupil, nooit uit het oog verloren en is je altijd blijven volgen. Erik, je hebt in je loopbaan de hele wereld afgereisd. Vaak in het Nederlandse team meegereden en het Nederlandse sportpaard een goede naam toegekend. Tot op de dag van vandaag doe je dit nog. Je hebt een goede naam en goede relaties opgebouwd. Jij hebt mede de paardensport groot gemaakt. In een stroomversnelling zijn de jaren voorbij gevlogen. Je hebt aan André wel eens te kennen gegeven te willen stoppen met de wedstrijdsport. Maar André denkt dat je aan je tweede jeugd geworden bent. Als vader train en coach je je eigen zonen, het Spaanse team en vele anderen. Natuurlijk zijn er in je carrière heel veel hoogtepunten, maar ook dieptepunten geweest. Maar die heb jij als een echte sportman getrotseerd. Erik, omdat André altijd ontzettend van jou en je paarden heeft genoten, is hij er trots op. En is het voor hem een eer om dit jaar de award aan jou toe te kennen. En hij hoopt dat het voor jou een eer is om hem te ontvangen. En ik besluit met de woorden, je hebt het top gedaan. Misschien wil je nog een kort woordje zeggen? Ik zal het even kort houden, want we willen toch met de wedstrijd beginnen. Ja, ik denk dat je Rees het fantastisch verwoord hebt. Ik denk dat ik inderdaad mijn hele
paardensportloopbaan, om het zo maar te zeggen, heb toch voor een heel groot gedeelte dank aan de familie Heijmans met als hoofdpersoon André. En nogmaals, daar wil ik de familie Heijmans heel hartelijk bedanken. Dank u wel.